We zitten in de redactiestudio van BI Platform, waar ik spreek met Frank de Beun, CEO van de Data Agency. Frank, kan je iets vertellen over die Data Agency Group en de merken die jullie daar voeren? Jazeker. De Data Agency Group is een, nou, zoals het al zegt, een groep van bedrijven die actief zijn op het gebied van data, technologie en analytics. En wat die bedrijven gemeen hebben, is dat die producten en diensten hebben ontworpen en ook in de markt zetten, die ervoor zorgen dat we meer rendement halen uit klantdata. En onze klanten kenmerken zich door klanten die in de B2C-omgeving zitten. Binnen de groep hebben we op dit moment 4 sterke merken. Ik zal ze even kort even toelichten. EDM, waar het eigenlijk allemaal mee is begonnen. Bedrijf wat zich richt op audiences, het vinden van doelgroepen. En aan de andere kant het product, de diensten datakwaliteit. Het up-to-date houden van grote klantbestanden. Als we dan naar het volgende bedrijf gaan, Geomarktprofiel. Geomarktprofiel is een bedrijf waar wij een segmentatiesysteem hebben gebouwd, wat al 30 jaar een marktleider is in Nederland. En je moet het zo zien, een segmentatiesysteem is een systeem waarbij Nederland in 7 miljoen hokjes hebben gehad, 7 miljoen huishoudens. Van elk huishouden hebben wij zo'n 150-tal kenmerken. En die kenmerken die worden gebruikt voor het profileren van grote klantbestanden. En daarnaast kun je het segmentatiesysteem ook gebruiken voor werving. En steeds meer wordt het ook voor actuarissen gebruikt voor risicobepalingen binnen grote bestanden. Het derde bedrijf is Human Inference. Human Inference richt zich met name op het bouwen van een single customer view bij grote, met name financiële bedrijven, waarin je ziet dat databases, de klanten, gefragmenteerd binnen databases zitten en daar bouwen wij dan één beeld van. En dat doen we softwarematig, is een softwareoplossing. En als laatste, en daar doelde je ook op, daar hebben, dat is onze laatste acquisitie ook, dat is Invenna. En Invenna is een bedrijf wat gespecialiseerd is in een customer data platform. Marketing automation is ook wel het woord wat je vaak hoort. En dat is een van de jongste bedrijven. Dat bedrijf hebben wij zo'n half jaar geleden geacquireerd en toegevoegd aan de groep. Okay. En hoe belangrijk zijn voor jullie datakwaliteit, data governance, dat soort zaken? En hoe borg je dat binnen je dienstverlening? Ja, dat is een hele belangrijke pijler. Eigenlijk zeggen we ook altijd, daar begint het eigenlijk mee. Hè. De data op orde, de basis waarop je later dan beslissingen neemt, analyses gaat doen. En de datakwaliteit bieden wij aan eigenlijk in 2 vormen. Enerzijds datagedreven. We hebben een heleboel referentiebestanden die wij opbouwen met allerlei openbare bestanden waarin wij op continu basis klantbestanden kunnen checken, dus valideren. En dat doen we steeds meer in een API-omgeving, zeker in de tijd waarin alles steeds meer online gebeurt, worden er online van allerlei checks gedaan, dus datakwaliteit via API's, dat is een van de producten die we in de markt zetten. Het andere stuk is softwarematig, en dat zie je dan ook bij Human Inference, is het organiseren van grote klantbestanden, uniformeren, en dat gebeurt middels software, een softwarematige oplossing. En dat hebben we bij Human Inference ondergebracht. Okay. Nou, nu hebben we recent wat problemen gehad, hè, met privacy, datalekken, GGD bijvoorbeeld laatst ook. Ja. Hoe borgt de Data Agency dat soort zaken binnen haar dienstverlening? Ja, wij als Data Agency zijn eigenlijk al, nou, ik denk bijna 4 jaar geleden. We hebben nu in dit geval al 3,5 jaar geleden hebben wij ons ISO-certificaat gehaald, wat gefocust is op beveiliging, ISO 27001. En 4-5 jaar geleden zagen wij al dat dit een heel belangrijk issue zou worden, zeker met het intreden van de nieuwe AVG. Hebben wij altijd een privacy hoog in het vaandel staan. Wij zijn dan ook 5 jaar geleden begonnen met daarop te acteren.
Als je kijkt naar de DT1-groep, als je dan 10 jaar teruggaat, dan zie je dat er anders met data werd omgegaan dan heden ten dagen. En ik denk dat dat ook al goed is. Wij zijn ook een voorloper en wij zijn ook al een van de partijen die altijd het stapje voorzet. En daardoor de afgelopen jaren hebben wij ook expliciet afscheid genomen van bepaalde diensten die wij misschien 5 jaar deden op het gebied van datahandel, die we nu niet meer doen. En daarnaast zijn wij eigenlijk ook wel, wat je misschien niet zou verwachten, maar eigenlijk heel blij met, met de AVG, zodat er hele duidelijke richtlijnen zijn. Hoe je met data omgaat en met name hoe je met klantdata omgaat, hoe je met persoonsgegevens omgaat. Ja. Nu, de inzet van artificial intelligence neemt een hoge vlucht in bijna alle bedrijfstakken, zou je zeggen. Yes. Passen jullie dat soort methodieke technieken ook toe? En hoe gaan jullie daarmee om? Ja, wij passen zeker. En dan moet je dat meer zoeken in de hoek, wat ik al noemde, de Customer Data Platform hoeken. Daar zitten wij, daar werken wij voor een aantal grote retailers. Waar wij op dagbasis krijgen wij kassatransacties te verwerken. En die kassatransacties, daar bouwen wij modellen op. En dat is natuurlijk ondoenlijk om dat allemaal handmatig te gaan doen. En daar zie je dat wij modellen, recommendation modellen, volledig in Python en R maken. En die volledig embedded zijn in onze oplossingen. En waardoor op basis van allerlei artificial intelligence beslissingen kunnen genomen worden. En de volgende actie kan gedaan worden in onze software. En welke ontwikkelingen ziet de data agency op het gebied van data-driven marketing? En hoe spelen jullie daarop in? Nou, wat wij zien is dat de markt van data-driven marketing ontzettend in ontwikkeling is. En dat het de afgelopen periode sterk is gegroeid. Ook zeker door corona een versnelling heeft gekregen omdat steeds meer bedrijven online zijn en steeds meer data verzamelen. En wat wij zien, een trend die wij zien, is dat het voor die bedrijven steeds ingewikkelder is om al die data te ordenen, te verzamelen. En daar vervolgens ook geautomatiseerd actie op te nemen. En daarom zien wij ook in de hoek van CDP heel veel groeikansen. Dus ook de reden waarom wij sterk hebben ingezet op Customer Data Platform software. En wij verwachten ook de komende jaren daar ook te gaan investeren en in te groeien uiteraard. Oké, dankjewel Frank. Ja, dankjewel Werner voor dit interview.